Leuk dat jullie kijken naar Budget Food. Het is kei lang geleden dat er nog een video online gekomen is van Budget Food. Maar goed, niet getreurd mensen, want we gaan iets maken vandaag. We gaan dit maken. Ja, voor alle bro, groot of klein, moet je in de action zijn, zeggen ze. Wel, dat heb ik. Ik heb ergens mijn ticketje, maar het is weg, maar het was niet veel geld. 60 cent of 80 cent, ik wil er nu van af zijn. Het is crisis, misschien is binnenkort wel een euro. Maar goed, we hebben dit hier. We gaan cupcakes maken, maar niet zomaar cupcakes. We gaan cake recept doen, 2,50 boter, 2,50 bloem, 2,50 suiker. En 4 eitjes, klassieke recept. Iedereen kent het. En als je het niet kent, bij deze ken je het. Goed, we gaan er nog iets lekkers bij doen. Heel lekker, hoort er altijd bij. Chocolade en verse blauwe besjes vanuit de diepvries. Kan lekker zijn. En als we er niet genoeg hebben, gaan we gewoon nog een zakje uithalen. Mensen, ik heb ook de slechte gewoonte om boter. Ja, ik heb deze morgen naar de winkel geweest. En wat heb ik natuurlijk niet mee? Boter. Wat zit er in mijn diepvries? Boter. Dus het is niet echt geen budgetfood, want ja, nu moet ik mijn microgolf langer aansteken. Waardoor ik energie verspil eigenlijk, omdat mijn boter hard is. Dus budgetfood, dat is het dus niet vandaag. Allee, het is wel budgetfood, maar je moet er een beetje zelf budgetfood van maken, want anders... Oké, goed. Bij deze, het is de luxe muffin vandaag dat we gaan maken. Ik zou zeggen, amuseer jullie. Deeg is klaar. Kijk, de besjes zitten erin, er is wat chocola bij. Je kunt daar spelen zoveel dat je wilt. Ik heb daar gewoon een beetje een slag in gedaan en ik vind dat zo goed. En we gaan het in vormpjes doen. De oven is al aan het voorverwarmen, 180 graden. En we gaan een cake in vormpjes doen. Let's go! Ze zijn gemaakt, het is klaar. We gaan van uithalen. En wanneer weet je dat het klaar is? Het begint te ruiken. En dan moet je gewoon er een keer instekken met een naaldje. Hangt er nog een deeg aan, is het niet goed. Hangt er geen deeg niet meer aan, dan is het wel goed. En in dit geval zijn ze goed. Voor alle brol, groot of klein, moet je in action zijn. En dat klopt ook, want ze zijn een beetje uitgelopen. Ja. Zo. Ja, mensen, het is tijd om te proeven, want ze zijn klaar. Kijk eens hier. Jullie zeggen waarschijnlijk van, de Jordi. Kijk, budget food, ik heb er hier al twee. Jullie zeggen waarschijnlijk, de Jordi, lekker. Ja, lekker. Absoluut. Met blauwe besjes en chocolade. Ik heb al voorgeproefd en ze zijn heerlijk. Zie je? Mega lekker. Lekker. Zo lekker. Lekker. Nou, dat zijn. En dat zijn cakejes. Lekker. Lekkere cakejes. Goed, mensen. Ik hoop dat jullie deze video van Budget Food leuk vonden. Vond je hem leuk? Geef een duimpje omhoog. Abonneer op dit YouTube kanaal. En ik zou zeggen, veel plezier. En vergeet het niet, ik heb ook nog een pretpark YouTube kanaal. Daar kunnen jullie ook naartoe kijken. Dus ik zou zeggen, tot een volgende keer. Dan weer. Bye bye.